Goedemorgen, het is donderdag 28 januari. We gaan maken van spelling blok 5, week 2, les 4. We gaan weer verder over de achtervoegsels. Ik heb weer de categoriënkaarten bij, want we gaan vandaag weer alle categorieën gebruiken. En we kijken nog even naar het filmpje van de achtervoegsels. Het was een beetje zacht, omdat hij een beetje zachtjes stond, mijn camera. Maar je weet het nog, hè? Luk, je hoort luk, maar je schrijft lijk. Je hoort ug en je schrijft ich. We gaan vandaag gelijk aan de slag met het dicté. 1. Het goud. Denk aan de categorie en schrijf op het goud. 2. De trouwringen. Denk aan de categorie de trouwringen. 3. Het zilver. Het zilver. 4. Het bruidje. Het bruidje. 5. De rozen. 5. De rozen. 6. Zij zoenen. Zij zoenen. En de zin, eindelijk heeft Pieter geluk. Eindelijk heeft Pieter geluk. Denk aan de hoofdletters bij de zin. Ik lees de woorden nog een keer voor. 1. Het goud. 2. De trouwringen. 3. Het zilver. 4. Het bruidje. 5. De rozen. 6. Zij zoenen. En de zin. Eindelijk heeft Pieter geluk. We kijken hem samen weer na. Het goud is een langer maakwoord. 1. Het goud. Gouden is dus met een de. Goud staat niet op de ouwplaat, dus met otje ouw. 2. De trouwringen. Het is een samengesteld woord. De. Even opnieuw. De. Trouw is een otje ouw woord, want hij staat niet op de ouwplaat. Ringen is een zingwoord, zoals ding, dong en een erachter, een stomme e. 3. Het zilver. Zilver is een klankgroepwoord. Zilver. Eerste klankgroep, zil. Laatste klank, l. Dat is een medeklinker. Dus ik schrijf. Dat is wel een beetje raar met het woordje. Het zilver schrijf ik zoals ik hoor. En ik hoor een z, zil. En een v, die hoor je niet echt goed, maar dat weet je in het woord. Zilver.
4. Het bruidje. Het bruidje is een lange maakwoord, maar ook een verkleinwoord. Dus, eerst even weer het, dan doe ik het nu wel goed gelijk. Bruid maak ik langer, bruiden, dus schrijf ik met een de. En dan komt er het verkorte woord achter, dit is de stam, bruid. Dan doe ik er gewoon je achter. Je, tje of pje, maar nu kies ik voor je. 5. De rozen. De rozen is een klankgroepwoord. Rozen. Eerste klank, ro. Laatste klank, o. Dat is een lange klank, dus ik haal een stukje weg. De. Ro, ik haal een stukje weg van de o. Oh ja, roos is met een s. Rozen is met een z. Dat hadden we geleerd, hè? De s wordt een z. De v wordt een f. 6. Zij zoenen. Doe maar. Zij, altijd met een lange ei als het over mensen gaat. Zoenen. Zoenen. Eerste klankgroep. Zoe. Laatste klank. Oe. Dat is een tweetekenklank. Dus je schrijft het zoals je het hoort. Ja, en zoenen is iets wat je kan doen. Dus een streep eronder. Het is een werkwoord. Eindelijk heeft Pieter een beetje geluk. Eindelijk is een hoofdletter begin van de zin. Daar mag je gewoon met kleurpotlood even overheen schrijven als dat niet lukte. Luk is een achtervoegsel. Ik schrijf lijk. Eindelijk. Ei, dus ook eigenlijk die klankgroepwoord met twee tekenklank. Eindelijk is ook een woord met een korte ei. Heeft. Nou, Pieter is een naam, dus ik begin met de P. Piet. Pieter, stomme E, ik schrijf E. Geluk, voorvoegsel ge. Je schrijft ge. En daarachter luk. Ik laat hem in totaal nog even goed zien aan jullie. Dat je het rustig nog even na kan kijken. En de zin. Gaan we naar het werkboek. Even mijn spullen aan de kant. En dan pak ik op het digibordje op mijn Chrome computer. Dan gaan we. Opdracht 1. Het gaat over inderdaad de achtervoegsels. Als je dapper bent, ben je moedig. Als je de waarheid zegt, ben je eerlijk. Als je iets engs vindt, vind je het griezelig. Als iets pijn doet, is het pijnlijk. Als er maar een beetje van is, is er weinig. Opdracht 2. Schrijf de woorden goed op. Denk dus aan alle categorieën. Het aanrecht, de snijplank of broodplank, 50, de broodrooster, de boterham, de hagelslag, het peertje, de tong. En opdracht 3. Maak de rijen af, zet een rondje om de goede categorie. Ik schrob, wij schrobben. En dat is dan de categorie klankgroepwoord. Ik scheer, hij scheert. Eer, oor, uurwoord. Dus bij de beertje. Ik schreeuw, wij schreeuwen. Ik schenk, hij schenkt. Ik schuif, wij schuiven. En denk weer aan de F
die een vee wordt. En de drie-sterren-opdracht maakt de zinnen af. De zin moet meer dan 4 woorden hebben. Denk nog even aan het programma van Basisspoort, dat je daar ook oefent bij week 2. Veel succes, tot ziens!